It's all I wanna do. Yo, ik ben Chesto en welkom bij weer een nieuwe vlog hier op mijn kanaal Chesto. En vandaag gaan we weer zwemmen, dus ik neem mijn GoPro natuurlijk weer lekker mee. Ik laat gewoon mijn hele dag zien, want we gaan gewoon super veel dingen doen. We gaan naar het zwembad, ik moet nog wat opnemen, ik moet editen, video's uploaden, dus dat gaat de hele dag gewoon door. Maar wat we letterlijk gaan doen is eerst zwemmen. Mijn moeder is eventjes ergens heen nog wat eten halen, want daar ligt al wel wat eten. En ja, voor de rest gaat ze nog wat halen in ieder geval. Dus ik ben op dit moment even alleen thuis, waardoor ik even dit stukje vlog opneem, waardoor ik lekker hard kan praten in ieder geval. Vind ik wel relaxed. En zoals jullie hier zien, ligt Troy. Troytje, kiesje. Troy, kiesje. Hij had er geen zin in vandaag, jongens. Kijk dan. Ah, wie is dat? Ah, wie is dat? Hallo. Nou, dat is Troy, jongens. Hey, jongen. Hallo. Nou, dat is dus mijn hond, als jullie doen niet wisten dat hij dat was. Nou, hij zit me nou echt heel raar aan te kijken. Maar goed, jongens, ik denk dat jullie me dadelijk wel onderweg zien. Wat ik dus nu ga doen, is even mijn GoPro pakken boven. En heel vast klaarleggen, zodat ik die niet vergeet. En dan zie je natuurlijk weer, net zoals vorige keer, onder water beelden met een leuk muziekje, denk ik. Dus, jongens, wat ik ga doen, is ik ga naar boven lopen. En dan zie ik jullie dadelijk weer als ik onderweg ben of ergens anders naartoe ben. Dus ja. Gewoon, ik zie het dus even mijn hond uitlaten, omdat mijn moeder nog steeds weg is. En dan doe ik dat eventjes, zodat we dadelijk gelijk naar het zwembad kunnen. Dus, wat ik ga doen, is een riem pakken. En Troy, kom. Kijk, hij komt al, let op hoor. Ik ga even de camera ronddraaien. Kom maar. Een plasje doen. Kom dan. Kom mee. Kom. Kom nou. Nou, wij gaan dus even een plasje doen. En dan, althans, ik ga geen plasje doen, dat heb ik dus straks al gedaan. Maar ik ga hem even uitlaten, dus doe even zijn riem om. En gaan we even een grote ronde lopen. Dan ben ik ongeveer een half uurtje bezig en dan ben ik wel klaar. En dan is het denk ik wel weer tijd om naar het zwembad te gaan. En dat zien jullie gewoon, jullie zien heel veel dag natuurlijk. En ja, ik heb er wel zin in. En Troy, jongetje, heb jij er ook zin om te gaan plassen? Heb jij ook zin? Ah. Ah. Kijk dan, ah, dat vind je lekker. Ah. Kijk, altijd als je bij staart, jongens, dat vind je zo lekker. Ik weet echt niet wat het is, maar waarschijnlijk is het gewoon een plekje bij zo'n hond waar hij nooit zelf bij kan. En dan vindt hij dat heel lekker. Hè? Ja, dat vindt hij heel lekker. Dat vindt hij heel lekker, die jongen. Jongens, anders gaat er nooit wat van komen. Ik ga even de hond bijlaten. Oh shit, jongens, het is echt zo lekker weer. Ik weet niet of jullie het zien. Er staat gewoon geen wolk aan de lucht. Ik ben lekker aan het lopen en ja, ik kreeg een melding op mijn telefoon. Daar loopt mijn hond, dus ik blijf even lekker doorlopen en dan gaan we dadelijk naar het zwembad. Dus ik zie jullie dadelijk wel weer, dus tot zo. Ik sta hier dus al serieus gewoon 5 minuten te wachten, maar daar in de verte, ik denk dat jullie hem net niet kunnen zien, loopt een kat. En mijn hond, die is bang voor katten. Dus wat het probleem is, als ik nu door ga lopen, is dat of de kat valt mijn hond aan of mijn hond valt de kat aan. Dus we blijven gewoon even hier staan en we kijken dadelijk wel waar die kat heen gaat. En dan zien we dat wel. Hij loopt op zijn dode gemak. En Troy, wat vind jij ervan? Hè? Stomme kat, hè? Ik zeg het je. Oké, voor mij is hij weg, maar ik weet niet zeker. Dus we gaan gewoon... Oh, nee, hij loopt de bos in. We gaan gewoon stiekem lopen. We jagen hem al weg. Dat gaan we doen, jongens. We gaan hem wegjagen. Troy, we gaan hem wegjagen. Let's go. Jongens, de missie is kat. Nee, Troy, kom maar. De kat komt op ons af. Even wachten nog. Jongens... Ik zie het eigenlijk wel, want die kat is wel een kat. Het is fucking groot beest, ouwe. Hij is net zo groot als het gooi. Nou, dat ook weer niet, maar hij is wel super groot. Oké, let's go, Troy. Ik ben weer thuis. We zijn klaar met hem uitlaten die daar staat. En nu krijgt hij een cookie. Althans, een koekje. Hij is echt verslaafd aan dit. Kijk, Troy. Kipfilet? Kom hier, kipfilet halen dan. Kom. Kom dan. Komt hij al, hoor. Komt hij al. Oh. Oké, dus we gaan even eentje uitpakken. Het is de laatste. Oh, heb geluk. Hij heeft geluk. De laatste. Oké. Camera omdraaien. Lekker, jongen. Lekker. Ja. Klaar. Hij koudt niet eens, jongen. Eens wat hij gewoon doet. Hij gewoon een hapklik weg. Ja, het is op, jongen. Het is op. Het is klaar. Het is op. Ja, kijk hier.
Zie je, het is op. Er zit niks meer in, dus je kan ruiken wat je wil. Maar, moet mama weer nieuw halen? Ja, mama moet weer nieuw halen. Mama, je moet nieuw halen. Als deze vlog kijkt, nieuwe kipfiletjes. Hè, Troy? Mama moet nieuwe kipfiletjes halen. Ja. Ik praat altijd met mijn mond als ik klein thuis ben. Maar jongens, wacht nog steeds op mijn moeder. Dus die zie ik daar wel verschijnen. We gaan naar het zwembad. En dan hebben we natuurlijk lol, want dan gaan we met de GoPro beelden onder water en al die shit. Dus dat zien jullie hierna wel ergens. Dus ik zie jullie zo meteen weer. Ik ga even YouTube filmpjes kijken. Dus tot zo. We zijn dus net terug van het zwembad en we hebben gezwommen. En wat we nu even gaan doen is even de eentjes het eten geven. We hebben het straks weer gedaan, maar we hebben niet alles opgegeten. Dus dat geven we nu even aan mijn eentjes. En ik ga het even filmen. En jongens, no joke. Dit is zo freaking lekker, Monster Energy de dokter. Maar ik drijf mijn camera aan, dus tot zo. Zitten er achter die kleintjes, hè? Ja. Kijk, we zijn nou weer even lekker de hond aan het uitlaten bij mijn moeder. Die doet weer van die gekke bewegingen. En Troy is blij, want we zijn natuurlijk weer terug. We zijn ongeveer 3 uur geweest zwemmen. Ja, zeker. Dat is wel genoeg. En altijd, als ik heb gezwommen, fucking last van mijn buik. Maar jij niet, omdat je bijna niet water in gaat. Zo, nou ik ben echt wel veel het water in geweest. Ja, heel veel overgegooid. Ik weet niet hoeveel GoPro de beelden het waren. Voor mij wel veel. Maar de eerste keer... Ja, al die andere moeders het water in gezien. Ja? Een vuile leugen naar mijn juiste. Die moeder met die kleine kindjes ging er al in. Dat was haar oma. Oh, sorry. Echt? Ja. Nou, kijk, zelfs oma doet het, jongen. Ik heb echt buikpijn. Ik moet straks nog wat video's gaan opnemen. Maar als ik mijn buikpijn blijf houden, doe ik dat morgen. Want anders kan ik niet normaal praten, man. Ah, oh, de aansteller gestoken, hè? Wat? OMG, it's Chester! Nou, dit is mijn moeder, die is echt... Gaylord! Gaylord? Ze is net voor al je mannen. Oh, wauw, wat zeg ik nou? Wat? Jij hebt papa en dan zeg ik, ze is net voor de mannen. Hé, hey, draai, doe even rustig. Oké, nu wordt ze met. Wat ik op de PlayStation doe, wordt zij als ze met de hond loopt. Hé, man? Nee. Toch hou ik van je, hoor. Ik, ja. Oh, doe me nou weg? Nee. Ze geven me gewoon een elleboog, hè?
Nee, dat doet de hond. Ja, 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 smoesjes. Het is warm. Ja. Aansteller. Was ik daar nog maar in het zwembad? Ja, maar dan ga je toch lekker terug? Nee. Nee? Goed, jongens. Later! Wat een autist, echt waar. Ik ben nu even aan het gamen en denk dat ik het recorden wat ik eigenlijk zou gaan doen vandaag, denk verschuif naar morgen. Want ik heb gewoon helemaal geen zin om te gaan recorden. Ik ben gewoon lekker relaxed aan het gamen hier met Daniel. Maar alleen, je hoort hem niet, want hij zit in mijn headset natuurlijk. En we spelen, zullen jullie hier zien, Black Ops 2. En ja, ik zit even te wachten op hem. En we zitten natuurlijk gewoon in de Skype te praten, want natuurlijk super awesome is. Ik heb nog steeds mijn blikje Monster Energy staan. En die is nou op. En ja, die komt natuurlijk bij de verzameling. Die komt eigenlijk bij de verzameling. Daar staat zo die 10, daar heb ik al één. Beneden staan nog twee blikjes die ik even moet schoonmaken, want anders gaat het stinken in mijn kamer. En ik wil steeds zo'n hogere toren daar gaan maken. Of ik wil plankjes daar achterop gaan hangen, zodat ik het heel mooi daar neer kan zetten. Maar dat weet ik nog niet. Zoals jullie natuurlijk ook wel hebben gezien, staan mijn softbox daar aan. En ja, zoals je ziet, daar zien jullie mij zitten. Ik film dat gewoon met mijn iPhone. Maar ik ben van plan om een goede camera te gaan kopen. Dus Daniel en ik gaan even proberen goede gameplays te halen. En dan zien jullie me straks alweer. En we gaan eerst even lol hebben. Dat is sowieso. Dus doei Daniel. En dan is het alweer tijd om eventjes een video te gaan editen. Zodat jullie wel daar kunnen zien. Ik heb mijn softbox even uitgezet. Omdat het gewoon ziek. Maar nu ook echt ziek warm werd. Als dit de hele tijd op je hoofd schijnt. En gaan we even voor de gein. Even gewoon als ik al mijn fietsen achter elkaar opneem. Dan kom ik ongeveer een uur bezig. En ik zit gewoon een uur lang. Met zo'n lamp in mijn gezicht. En dat is echt niet normaal warm. Zullen jullie ook zien, ik ben helemaal rood. En ik heb ook best wel zitten zweten nu tijdens het opnemen. Terwijl het maar een filmpje van 3 minuten was. Maar dat komt omdat ik de hele tijd met Daniel aan het skypen was. Hij is nu eventjes eten, waardoor ik even mijn video kan gaan editen. Wat ik natuurlijk ook nu ga doen. En dan, ja, dat is natuurlijk ziek irritant. Want nu is ook heel mijn headset, als jullie, nou, dat zien jullie niet. Maar dit hier, dat stukje, laten we zeggen, hier. Dat heet stof. Dat is stof. Dat is nou helemaal nat, althans nat klammer. Dat komt omdat ik natuurlijk zweet. Dat heeft elke gamer wel natuurlijk die dat heeft. Met leren kappen is het heel erg. Maar, ik stop even met praten. Ik ga nu editen, anders komt er niks van. Dus jongens, ik zie jullie dadelijk weer. En dan is weer tijd om de hond uit te laten. Ik loop hier met de grootste rietert in de wereld. Mijn vader. Ik heb geen zin om op de camera te komen. Weet je nog, mijn allereerste vlog. Wat zei je toen? Weet je niet meer. Campers. Homo's. Ja, toen zei die campers homo's. Maar, zal je zien? Zo'n die gek aan het uitlaten daar zo. En ja, als ik daar weer thuis ben, ga ik deze vlog gelijk editen. Zodat hij klaar staat voor zondag of maandag. Ik weet even niet wanneer deze online gaat komen. Zie ik wel, want ik heb al mijn video's al ingepland staan. Dus moet ik even gaan kijken wanneer ik deze ertussen prop of iets verzet. Maar, ik bedank jullie voor het kijken naar deze vlog. Laat je blauwe duimpje omhoog achteraf. De 60 likes kunnen halen is gewoon super awesome. Nogmaals bedankt voor die 1000 abonnees. En jongens, ik zie jullie weer bij een volgende vlog. Of gewoon een video die morgen weer online komt. Dus jongens, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Laters.